De Eindhovense Vestdijk moet grondig op de schop worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Betekent meer groen en een rijbaan minder, vindt wethouder Merriën Schreurs. De wethouder wil op de Vestdijk meer groen en voetgangers ten koste van de auto. Naast een rijbaan minder wil ze daarom ook de maximumsnelheid verlagen. Die moet naar 30 km per uur. Volgens Scheurs zijn de maatregelen hard nodig, omdat de luchtverontreiniging nu te groot is op de Vestdijk. Meer hierover zie je zometeen in Studio Stadhuis.